Yo kijkers en welkom bij de allereerste aflevering van Tim op Schattenjacht. Ja, in deze aflevering gaan wij naar de kringloopwinkel toe om een schat te vinden. Ja, dat kan overal gebeuren. Een schat kan op straat liggen, dat kan overal gebeuren dat je ineens een schat te pakken hebt. Maar wij gaan ervoor naar de kringloopwinkel deze keer met Jopie. En kijk zeker verder wat er gaat gebeuren. Treasure. Zo, het eerste item wat we gaan halen, dat is gewoon een skateboard. Voor maar liefst 40 cent. Ja, super vet dit toch. En ja, toen ging mijn hart bij deze super vette zakken met knikkers erin. Wat zullen die kosten? Hier zit een prijs op staan. Even zo allemaal donker en reuzes. 1,70 euro. Hey Jopie, gaat die bij jou? Oh? Nou, ik zit even kijken. Dit is wel een gave Lego Technic. Oh ja. Die zijn ook soms serieus duur. En dit is denk ik zo te zien al een beetje een oude type. Dus die kennen voor verzamelaars misschien nog wel eens gekke centen waard zijn. Oké, goed bezig. Ik ga hem even opzoeken en dan... Ik ben ook een potje knikkeren zo meteen. Reuze, of zijn dat... Bonken. En, ja, nee, dit zijn echt beren is dit volgens mij. Ja, super vet man. Ja man. En toen zagen we Bovien van Samson en Gert. Nee, maar het eerste item van mij is binnen. Zo, moet je kijken hoeveel spellen hier bij elkaar zeg. Daar komen spelletjes kerkhof. Ja, echt hè. Ja, super vet man. Ik zag net Dolhof en die hadden we al opgezocht op internet. Dat was 25 euro en het leek wel alsof die helemaal dicht zat gesield. Maar de echte kenner die zei toen al, ja dat doen ze zelf dan dicht sealen, zodat mensen geen stukjes eruit kunnen halen. Pikken. Maar wat voor spelletje zouden jullie uitkiezen als jullie de keuze hadden? Laat het dan zeker even weten in de reacties. Zat keuze. Ja man, echt zat keuze hier. Oh, het euro zakgeldspel. Papa. Zo, kijk eens, ik ben verkocht. Oh my god, kijk dit. Te erg. Dat is een schilderij zeg. Wauw. Ik hoop dat die een beetje te betalen is. Wat zal die kosten? 7,50 euro. Ja, daarvoor ga ik hem zeker niet laten liggen. Die gaat mee. Papa. Super vet. Omdat hij hier toch veel beschadigingen heeft, heb ik besloten om hem toch niet te nemen helaas. Maar wel een super vet schilderij zeg. Wauw. Lekker maat. Zo, daar kunnen we aardig ver mee kijken. Dop zit erop. Ja. Kikken. Zo, en als magneetvissers van Rotterdam zitten kijken. Te erg, allemaal brandweerwagens. 1 euro per stuk. En een te gave Rijkspolitiewagen. Ook 1 euro. Ja, vet man. Zo, kijk deze tank eens eventjes. Een tientje. Wow. Afstandsbediening erbij. Baba. Is alleen incompleet, zie je. Maar... Plakbandje. Wel super vet hoor, dit. Tientje mooi niet zeiken. Leopard nummer 2. Vet man. Ja, een Herman brood. Zal het een echte zijn, kijkers? Nou, voor 4 euro is het wel een goede koop. Nee, die punt moet je wegdenken. 395. Nee, helaas is het een imitatie. Anders hadden we goudgeld verdiend. Voor 3,95 een echte Herman brood. Maar je gaat hem wel meenemen, toch? Ja, ja zeker. Tuurlijk. Op de wc. Het is een echte Herman brood. Schrijven we toch hiervoor met de MagSafe een echte. Hm. En dan heb je een echte Herman brood. Ja, toch? Nee. Oh. Als nu een kunstkenner zit te kijken, doet hij gelijk een dislike. Nee. Doe je duimpje omhoog, want we gaan hem zeker halen. Ja, 3,95. Kunnen we hem zeker niet voor laten liggen.
Ik heb ook een Herman Brood thuis. Die ga ik jullie, daarna gaan we, ga ik hem neerzetten. En dan doe ik mijn Herman Brood die ik al thuis heb, zet ik ernaast. Kikken. Ja. Dat was ook een, met merkstift ervoor, een echte Herman Brood, zeg maar. Ja. Wat is dat dan, maat? Dat is een luchtbevochtiger. En ja, wat Rob al zei, hij staat helemaal verkeerd, maar ik weet toevallig wat het is. Want ik heb in de vloeren gezeten altijd. En wij verkochten deze machines. En dit is een luchtbevochtiger van Boneco. Ja, we hebben net even gekeken en ik had er gelijk. Die kost gewoon 200 euro. Mama. Ik bedoel, dat is echt een kringloopkopie. Ja, dit is eigenlijk een beetje waar je het voor doet. Ja, man. Ik weet niet wat ze ervoor vragen, maar als zij hem voor 10, 15 euro op kunnen pikken, dan schoonmaken, marktplaatsen en 50, 60, 70 euro in de knip. Abba. Snel bediend. Abba. Nou, dit is wel een gaaf poort, man. In Veilighaven 1914. Hij kost 17,50 euro. Zal ik hem eens opzoeken wat die kost? In Veilige Haven 1914. Zo. Rijksmuseum, maat. Doe eens even rustig. Doe eens even kalm, jongens. Sta gewoon in het Rijksmuseum. Kijk eens even. Hier, nee, meen ik. Is niet dezelfde. Ja, dat is wel dezelfde, hè? Echt? Hier, kijk maar. Hey, die is nog veel mooier gekleurd. Ja, man. Ja, die heeft nog een goud randje hier. Is dat dan weer imitatie? Nee, maar kijk maar, er staat ook een Z in gemaakt. 02, en er staat echt wat op ook. Maastricht, Made in Holland. Ik dat hij gehangen heb. Oh ja, heb gehangen, ja. Zonde. Zagen jullie kopen of kitsch? Ik weet niet, zat er nog niet meer op dan? Ja, het heeft zelfs een canvas is ervan gemaakt. Alleen die canvas kost al... hier, kwartmassenstuin. Hier, dat bedoel ik, 17'tjes. Abba. 70 euro. Dat bedoel ik, hebben. 17,50, maken we daar 17'tjes van? Hè? Timmer die op schattenjacht, dat is toch wel een schat dan? Ik wou dat zeggen, ja. Dit is een goede... Ja, en dan gaan we dat ding van jou nog checken, die aircooler. Ja. Misschien pakken we wel dikke bijt vandaag. Nou, ja. Hebben, nog meer bordjes. Nee, is dat niks waard? Oh. Wilhelmine? Ja, je lacht. Gekkie. Die gaan we ook even opzoeken. Wat dachten jullie daarvan? Hier, alles gebeurt opslaan. Ja? Is die hier? Is die hier? Ja, man, die is 25 euro. Nou, hier hebben we. Daar is die, 50ste eeuw. Of 50ste nog. Hier, nou ja, laken al. Die hangt in de laken al, anoniem. 1930 komt die vandaan, dat bord. Hier heb je hem weer. Is het nog wat waard? Nou, ik zie niet echt dat het wat waard is, maar... Ja, maar die prijs is ook al hoog. Gedenkt wordt de gelegenheid van de 50ste verjaardag van koningin Wilhelmina. Gouda is gemaakt. Nou kijk eens, ben ik stom geweest dat ik die heb laten hangen? Laat het dan even weten in de reacties, maar ik ga hem laten hangen. Ja. Maar die nemen we zeker mee. In Veilighaven, 1914. Abba. Ja, abba. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, a 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run a mouth. I'm
trying to be out. All I really need to know is when we leave. And all I really wanna know when we leave. And all I really need to know is when we leave. Zo, kijk eens, voor wie de vorige aflevering had gezien, die had gezien wat we bij de afvalbak hadden gevonden. Kijk dan, daar staat hij gewoon voor €5,50 in plaats van een tweetje. Ja, super vet. Hoppa. Wow, dit is ook wel super dik. Gewoon een geldcassette. Ja, dit is ook wel super dik hoor. 4 tientjes, ben je klaar? Nee, dat is niet verroest. En compleet? Nee, en compleet. Maar niet vol, denk ik. Nee. Geen obesitas, want we vonden veel meer dan een geldkast. En in 3, 2, 1 is het Chalmers.